De politie heeft het kerstweekend 411 lockdown-overtreders opgebracht in de politieacademie POC. Dit laat inspecteur Rachel Deekman, hoofd van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname, weten. Tot het kerstweekend rekent de politie 24 tot en met 27 december. Van de 411 lockdown-overtreders waren 71 vrouwen. Zoals eerder aangekondigd, heeft de politie haar controle op de naleving van de COVID-19-maatregelen verscherpt. In dat kader waren in het kerstweekend de diverse bruggen afgesloten. Personen die de bruggen wilden oversteken en geen dispensatiebrief konden weerleggen, of niet om dringende redenen over straat waren, zijn vervoerd naar het politieopleidingscentrum. De politie heeft recentelijk ook een andere strategie toegepast. Meerijders worden in een politiebus gebracht naar de politieacademie, terwijl de bestuurder onder begeleiding van de politie het voertuig moet rijden naar de politieacademie. Veel van de lockdown-overtreders zijn niet te spreken over de avondklok. U hoort er enkele. We zijn bezig te werken en de tijd hebben we niet behaald. Dus daardoor dat we nog zo over de straat, dat we nog over straat zijn. Maar we maken moeite om aan huis aan te komen. Dus we hebben moeite gemaakt, maar de tijd hebben we niet gehaald. Mevrouw, wat zijn niet net die andere takken? Dat we zijn gewoon over straat spelen. We gaan naar huis. Vlak hier woont het Molenpad. U hoorde enkele lockdown-overtreders die afgelopen zondag bij de Saronbrug staande zijn gehouden. In het kerstweekend werden er veel meer overtreders dan het weekend daarvoor opgebracht.